Stabiliseren het voertuig. Jongens, brand blussen, als dat nog niet duidelijk was. Ik wil dat jullie je water gereed maken voor de TS en voor de autoladder. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSB Duval en morgen en vandaag ga ik weer op pad in noodroef 1 en 2. Brandweer Simulator Duits, nu nog versie 1. Binnenkort komt versie 2 uit, ik weet niet wanneer, dat kan ook nog een jaar duren. Die zou wat beter zijn, hoop ik. In ieder geval, ja, dit speel ik dus zo af en toe, want ja, het is niet perfect. Wat ik al laat merken eigenlijk. Je draait zeg maar een dienst en die dienst die bevat verschillende meldingen. Wanneer die komen en welke melding komt, weet je zelf niet. Meestal zit er wel een patroon in dat er over 2 minuten eens de eerste melding komt. En vaak is er ook nog zo'n prio 2 buitenbrand. In ieder geval, vandaag zitten we dus op alle wagens. Ik zie wel waarvan ik denk van is het leuk. Er is een update uitgekomen en er zitten verschillende dingen in. Er zou een nieuwe autoladdermelding zijn. Je kunt nu zelf, ik weet niet of ik dit al heb gezegd in een andere noodroef video. Ik geloof dat ik die toen heb opgenomen en dat allemaal heb gezegd, maar niet online heb gegooid. Je kunt in ieder geval, je kunt zelf aankruisen wie je mee wilt hebben naar een incident. Dus stel dat je een OMS hebt. Ja, normaal gesproken bij een OMS is het echt gewoon alleen TS in Nederland dan, tank uit de spuit. Maar in Duitsland gaat dus alles mee. Dus je zou in principe de autoladder, de TLF of hoe heet dat ding, dat zo. Kijk, hier kan ik. Nu heeft dat weinig zin om de TS weg te klikken, maar dat zou dus kunnen. Ja, we kunnen eens een kijkje nemen. Een prio 1. Ongeval wegvervoer. Mogelijk beknelling. Einsatz voor LF 24 RTW 1 NEF 1 Uhlenhorstweg. Nee, dat moeten we niet hebben. Mijn stuur detecteert automatisch of hij denkt dat hij moet ingrijpen. Het hoeft niet, hij wil dus achteruit rijden. Zitten wij vol eigenlijk? Denk het wel, hè? Zet de status 3 aanrijdend. We moeten rechtsop. Oh, knal ik vol op die vrachtwagen, jezus. Ik ben aan het kijken of die Ami mee kwam. Ja, die komt mee. Rechtsop, ja, Ami komt mee. Daarachter zie ik iets. De politie is er niet te plaatsen, zo te zien. Of die komen niet te plaatsen, dat weet ik niet. Status 4 te plaatsen. En enter. Hey.
even de pomp bedienen. Voor het geval dat. Ondertussen zal ik de weg even gaan afzetten. De politie kan dus niet mee, die zijn druk of zo. Zo. Ja, dit is de politie, maar dat is natuurlijk de noodarts. Maar die hebben ze in het skin pack omgeskind naar Nederlands. Naar de politie. Goed, eerst gaan we die accu onschadelijk maken. Daarna zullen we de wielklemmen of de wielblokken, deze dingen, moeten gaan gebruiken. Stabiliseren het voertuig. We gaan nu met die hooligan tool proberen om die deur open te krijgen. Dat scheelt ons natuurlijk wat knip en wat... Nou, dat werkt dus niet. De hooligan tool leggen we neer en we gaan met de spreider te werk. Oké. Ik snap alleen het nut niet, hij is nu toch... Ja, oké. Moet je misschien wel even knippen inderdaad. Mijn collega gaat knippen. Als je dat heeft geknipt, dan kunnen we of de persoon uit het voertuig halen. De politieagent in dit geval, de noodarts dus. Kom even kijken van, hey, wat gaan we doen? En hij bepaalt in dit geval dat wij het dak... Ah nee, hij is eruit. Oh, hier. Dat wij hem niet uit de auto hoeven te bevrijden als in het dak erop te knippen. Maar tot we nu gewoon ons bezig kunnen houden met de rest. Dus in dit geval opruimen en retourkazerne. Ja, maar ruim het dan al meteen op, weet je. Ja, is dat ook lekker als er brand mag zijn, dan was het echt... Nou, en ik zie jullie zo meteen maar weer op de kazerne, waar wij, zoals eigenlijk altijd, gewoon weer... waar ik jullie bij de nieuwe melding ga zien. Ik ga niet allemaal die hele kazerne laten zien, want dat hebben jullie... Ja, misschien hebben jullie nog niet gezien, maar... Ik zal eens kijken of ik daar zin en tijd voor heb. Achtung, Brandschutz, LKW-Brand, Einsatz für ELW, LF24, RTW1. Melding, autobrand, vrachtwagenbrand eigenlijk. Ik heb in ditmaal eens gekozen om alleen de TS en de OVD te sturen. Niet de TLF. Ja, ik ga eens kijken of dat uit gaat maken. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat die TLF niet voor niks mee wordt gestuurd. En dat je dan krijgt dat je je taken niet kan uitvoeren omdat die er niet bij is. Dankjewel. Hier zo, ah kijk eens daar. Ja, fix zit er wel in. Het begint er al mee dat ik nu niet meer op enter hoef te drukken om de missie te starten. Dat is al gaar.
Oké, ik ga de pomp bedienen. Status ter plaatse. Even kijken of hun ook wat gaan doen of dat ze gewoon stil blijven staan. Die blijven allemaal met stil staan. En kijken daarna. Dat bedoel ik. Dus wat ik voor de zekerheid maar toch ga doen, is via de OVD. Via... Nou wacht, ze gaan niet zo moeder. Oh nee, hij gaat gewoon bij staan. Oh, ik moet ze taken geven, denk ik. Ja, ik ga ze taken geven. Ik ga de TLF toch meesturen. Einsatz für TLF 1. TLF is gekoppeld, die zal zo hier zijn. Ze zijn druk bezig. Jongens, brand blussen, als dat nog niet duidelijk was. Ze gaan met schuim blussen. Beetje naar links. Het ziet er goed uit, boys. Daar is de TLF. Ergens. Daar is hij. Hij was toch niet nodig. Rijd er alsjeblieft niet overheen. Hij zet de pomp uit, denk ik. Dan druk op finish en dan mag iedereen weer retour. Goed gewerkt. Oh god, waar ben ik? Ik volg jou. Einsatz ja. Für ELW LF 24 DLK 23 12. TLF. Hoe is hij zo snel naar beneden, joh? RTW 1. Ernenweg. Dan moet ik hierin. Ja, goed. Ik ben dus nu ook bij deze melding OVD. En ik ga kijken of ik het weer zo goed kan coördineren. Als zij juist. Dus ik ga nu aanrijdend. Ik krijg geen statusgeluid te horen. Nee, dat is normaal. Wacht even. Zo, daar zijn we weer. En er werd geklopt. Ik hoorde het heel toevallig, anders ook niet gehoord. Maar goed, even kijken. Wij zijn ter plaatse. We zetten hem zoveel mogelijk naar voren tot we de TS en de autoladder genoeg ruimte geven. We gaan namelijk blussen vanaf de autoladder. Nou, dan komt TS aan. Ja, oké. Iedereen luisteren wat we gaan doen. Ik wil dat jullie je water gereed maken voor de TS en voor de autoladder. Ja,
Zullen we een koppelstuk gaan neerleggen, een verdeelstuk of iets, zo'n ding. Ik hoop dat die autoladder wordt opgezet. Dus ga die autoladder maar opzetten. Jij blijft zitten. Oké. Okay. Oké, okay, eenmaal een ademlucht omhangen. Kan er dadelijk in dat ding gaan zitten. Kun je blussen. Heb je omgehangen? Ja, mooi. Hierin en van bovenaf gaan blussen. En dan ga. Begin te blussen. Hallo. Zijn we nog bezig met dingen, jongens? Pomp staat aan. Die gas zit hierin. Dan begint te blussen. Dan ga ik jullie helpen. Zet die pomp aan. Ja, oké. Maar we moeten blussen. Er komt geen water uit ook. Jullie hebben hem verkeerd aangehangen waarschijnlijk. Ik ga nog wel eens even kijken. Waar gaat dit heen? Gaat zo. Ik heb het gevoel dat hier niks van klopt hoor verder. Maar goed, dan ga ik maar even blussen zo. En wel de mijl niet afgerond, maar hebben we in ieder geval geblust. Want je kunt namelijk heel makkelijk gewoon hier doorheen blussen. Ik zie weliswaar niet of er nog iets fikt. Ja, nu zie ik het wel, maar... Nu moet het toch bijna uit zijn. Nou, op één plekje. F6, F2. F2. Denk dat het uit is. Ja, en nu stoppen ze. Ja, natuurlijk. Oké, dan gaan we naar F1. 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 Oh. Hij heeft hier al een taak gegeven, hij heeft al op finish gedrukt, zeg maar. Dus iedereen gaat opruimen. En dan gaan we weer retour kazerne. Maar goed, ik ga nu de video beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ja, een beetje, het is dus iets anders als OVD, maar ja, het blijft noodroef, hè, dus het werkt weer voor een ene. Ja. Ik zou zeggen, tot over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals de tijd. En ik heb het al opgenomen, maar ik weet niet wat het is, want dat heb ik al vaker toen niet weet wat het is. Tot dan! Doei!